Hey kijkers van Power Muffler, super tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe vlog. Vandaag is het woensdag 10 april en dat betekent dus dat vandaag Marcel jarig is. Vandaag moet ik ook naar school. Vanochtend is er een video online gekomen over Marcel. In ieder geval, het lukte niet helemaal. Daarom kom ik waarschijnlijk ook 5 minuten te laat op school. Maar ja, boeiend. Voor een keertje maakt er niet zoveel uit. Vandaag heb ik ook een belangrijke toets op school. En ja, laten we maar nu naar de bus gaan. Want ik kom al over 10 minuten. Dus ja, we gaan er zo naartoe lopen. Het is echt 3 minuutjes lopen of zo. En hij komt pas over 10 minuten. Maar ja, in ieder geval, ik neem jullie vandaag weer mee in mijn dag, in mijn leven. Oké, hier was mijn oude school vroeger. Dus ja, dat je. En dan moet je nagaan de route over deze stad. Oké, ik ga even een ijsje halen en mijn bankpas activeren. We zijn bijna in de stad. Dus ja, dat is mooi meegenomen. Oké, we hebben net een ijsje op. Aanbouwen met vanille. Oké, jongens en meisjes, we zijn nu weer thuis. Op school ging het echt helemaal prima. De toets ging goed. Ik heb aan corporate design gewerkt en toen zijn we naar Rotterdam gegaan. Daar heb ik gewoon weer rustig gewandeld en een koffie gedronken. En toen ben ik naar huis gegaan. En toen ik thuis kwam, ja, ging ik een ijsje halen en nu zijn we weer thuis. Ik ga zo nog een beetje editen, wat video's opnemen en zo ziet mijn avond eruit. In ieder geval, het was heel mooi weer vandaag. Ik was op tijd uit, dus dat was wel mooi meegenomen. Ikzelf was er echt heel erg blij mee dat we eerder mochten gaan. Want ja, dan kon ik gewoon iets leuks doen. In Rotterdam ging helaas wat minder. Het was best wel druk en ik kwam er niet echt aan toe. Dus ja, dat was wel wat minder. In ieder geval, ik heb wel een paar shots. Ondertussen zijn we hier thuis op mijn kamer. Yay! Ik ben nu even een speltje aan het spelen. Ik ga dadelijk wat drinken en dan ga ik nog video's opnemen, een beetje editen en weet hoe dat gaat. En dan ga ik op tijd slapen, want morgen moet ik weer om op tijd op school zijn. En dan heb ik weer een toets. Dus dat is best wel zwaar. En morgen moet ik van 's ochtends vroeg tot het allerlaatste uurtje, echt tot 5:30. Dus dan ja, ben ik ook best wel laat thuis. Dus morgen ga ik niet filmen. In ieder geval vind ik het wel weer een leuke dag geweest. Ik zie jullie misschien dadelijk nog buiten editen. Of als ik naar bed ga. In ieder geval, ik zie jullie dadelijk wel weer. Kijk, ik vind het echt leuk om zo rond te draaien op mijn kamer. Maar als ik dat te veel doe, dan word ik misselijk. Kijk, we kunnen hier zo staan. Jullie kunnen nu ook naar buiten kijken. Oh, in ieder geval, zolang jullie niet voor mijn deur staan, ben ik tevreden. Hè? Voor de rest mag je me altijd aanspreken en alles doen. Dus dat. In ieder geval, dat. Oké, jongens, meisjes, ik ben alweer klaar met het opnemen vandaag. Ik heb 3 video's opgenomen, want ik wil eigenlijk een beetje een voorraadje maken voor als ik niet uitkom of ik heb het druk met school. Nou, dat ik daar iets meer tijd voor heb. En ik wil ook proberen dagelijks te uploaden. Dus het wordt nog wel de vraag of het lukt als ik dagelijks kan uploaden. In ieder geval, ik hoop het zelf natuurlijk enorm, want ik vind filmpjes maken nog steeds leuk. En ja, je kan misschien ook al aan mijn stem horen. Het klinkt een beetje droog, uitgedroogd door al dat praten. En ja, het doet wel een beetje zeer. Als je soms heel veel video's achter elkaar opneemt en er gaan wat opnames verkeerd. Dan ga je stem wel een beetje naar de kloot en dan krijg je een droge keel. Je stem, omdat je zoveel praat, komt er nu best wel snel achter elkaar. Om gewoon zo min mogelijk te hoeven knippen en plakken. Zeg maar. Dus ja, je kan moeilijk zeggen van, oké, we hebben nu dit gebouwd. En dan wacht je 10 minuten. Zo. En we gaan nu weer verder. Dan mis je een stuk uit de video, want je kan moeilijk 10 minuten stil zijn. Zo van,
Ja, dat werkt gewoon niet. Dat is niet leuk om naar te kijken. Je moet gewoon continu doorpraten, informatie vertellen. En dat is het wel een beetje. Het is op het moment. Hoe laat is het eigenlijk? Eens even kijken. Kan ik dat hierop zien? Oh, het is op het moment precies 10 uur. Maar mijn ouders gaan meestal om 10:30 naar bed. Tussen 10 en 10:30. En dus ja, vanaf 10 uur kan ik niet meer opnemen. Dat betekent dus, als ik nog een videootje kan gaan editen. En dan ga ik gewoon, ja, nou op tijd slapen. Dus ik denk dat dit het weer was voor de vlog. Dus ik ga na deze vlog ga ik nog een beetje editen. Deze beelden op mijn computer zetten. En er een mooi vlogje van maken. En dan kan ik deze ook weer binnenkort uploaden. Hè. In ieder geval, ik bedank jullie natuurlijk voor het kijken naar deze video. Ja, ik ga nog even de laatste dingetjes doen. Zo bijzonder is het niet. En misschien neem ik jullie morgen wel weer mee in een vlog. Of in iets anders. Of in een ander avontuur. In ieder geval, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En dan zeg ik zoals altijd, later.